Onze hele samenleving draait om olie. Dagelijks gebruiken we voor onze auto's, vliegtuigen en elektriciteitscentrales miljarden liters brandstoffen, waarvoor aardolie de grondstof is. En ook gebruiken we aardolie als grondstof voor kunststoffen. Van die kunststoffen worden dan weer allerlei andere producten gemaakt, zoals televisies, stofzuigers, brommers en medicijnen. Zonder aardolie zou de wereld er heel anders uitzien. De oliecrisis in 1973 maakte duidelijk hoe afhankelijk we zijn geworden van aardolie. En sinds die tijd is dat alleen nog maar erger geworden. Elk jaar stijgt de vraag naar aardolie. De hoeveelheid aardolie die op de wereld aanwezig is, wordt in snel tempo opgebruikt. Miljarden tonnen olie worden per jaar opgepompt. Hoe is al die olie eigenlijk ontstaan? Aardolie is ontstaan uit de resten van dode planten en dieren die miljoenen jaren geleden leefden. Deze resten werden afgedekt door lagen zand en gesteente. Deze lagen werden al maar dikker en zwaarder. De druk werd steeds groter en de temperatuur steeg. Daardoor werd een serie chemische reacties in gang gezet, waarbij gas en olie werden gevormd. Duizenden jaren later, toen de druk nog meer toenam, werden de olie en het gas naar andere poreuze gesteenten geperst. In de miljoenen jaren die volgden, steeg de lichtere olie heel langzaam met het grondwater, totdat het bij een niet doordringbare aardlaag kwam. Daaronder hoopte de olie zich op. Als men denkt dat ergens een oliehoudende laag aanwezig is, gaat men proefboren om zeker te weten of er ook echt olie is. Men gaat steeds dieper om aardolie op te sporen en te winnen. Via booreilanden wordt de olie zelfs uit de zeebodem gehaald. De samenstelling van de aardolie is afhankelijk van de vindplaats. Op de ene plaats is die olie veel dikker en stroperiger, zoals deze, dan op de andere plaats. Daar is die veel dunner. Die aardolie die omhoog wordt gepompt, die noem je ruwe olie. Ruwe olie kan nog niet meteen worden gebruikt, maar moet eerst worden bewerkt. En dat gebeurt in de olieraffinaderij. Dit is de grootste raffinaderij van Europa. Hier wordt jaarlijks ruim 20 miljoen ton ruwe olie van over de hele wereld aangevoerd en verwerkt tot de meest uiteenlopende producten. Uit aardolie worden niet alleen brandstoffen zoals benzine en diesel gehaald. Aardolie is ook de grondstof voor veel kunststoffen zoals medicijnen, verf en cosmetische producten. Aardolie bestaat hoofdzakelijk uit koolwaterstoffen, maar er komen ook zwavelverbindingen in voor. Als die verbindingen verbranden, dan ontstaat er zwaveldioxide. En zwaveldioxide is een van de veroorzakers van zure regen. Zwaveldioxide ontstaat ook als je een lucifer aansteekt. Dat is de stof die je dan zo heel goed kan ruiken. Zure regen ontstaat doordat in de atmosfeer zwaveldioxide en andere zure stoffen in regenwater oplossen. Als het regent, sneeuwt of hagelt, komen de zure stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater terecht en kunnen daar enorme schade veroorzaken. In Zweden zijn duizenden meren biologisch dood, daar leeft dus helemaal niets meer. In Duitsland is meer dan 500.000 hectare bos ernstig aangetast. Behalve levende natuur worden ook oude gebouwen en metalen constructies door het zuur aangetast. De schade loopt alleen in Nederland al in de tientallen miljoenen guldens per jaar. Zwaveldioxide is een van de voornaamste boosdoeners.